Goedemorgen, welkom hier in Nieuwerter A. De vierde etappe van het Floorstervijftepad begint hier. Lekker dat we weer met de trein mogen. We rijden nu van Woerden naar Breukelen, loopt dan naar Nieuwerter A. Ik loop vandaag naar Woerden. Ik zie hier allemaal leuke paadjes. Dus loop lekker mee. Dit moet je weten. Met de GPS in de hand. Dit ga je natuurlijk echt niet vinden. Kijk, daar is het natuurpad Boterwal. Nou, dat klinkt wel top. Nou, dit is de boterwal, heet het vanwege de boterbloempjes. Dat zou er een betere reden zijn. De Veenkade. En de volgende bui staat alweer klaar. Het moet niet gekker worden, het zonnetje komt zelfs even door. Terwijl ik vrij zeker weet dat er straks weer regen komt. Volgens de buienradar. Het informatiebord hier zegt dat het veen, dat heb ik in de vorige etappe uitgelegd hoe dat zat met de vervening, dat het veenpakket hier nog 7 meter dik is. Gemiddeld is het 9 meter hier in de regio en bij de ronde venen zelfs 11 meter bij Meidrecht. Regen komt zonneschijn, maar nu nog niet. Veenkadepad achter me gelaten. We gaan verder richting Kokkengen. Kokkengen is daar in de verte rechtdoor. Daar zit een water tussen en dan moeten we een veerpontje vinden en de veerpont ligt gelukkig al aan deze kant. Dat scheelt vertrekken. Voetveer Joostendam. Hoppakee, weer verder richting Kokkengen. In Kokkengen aangekomen, hele mooie geveltjes. De laatste bebouwing van Kokkengen. Gaan we weer verder.
maar zo naar rechts. Richting Kamerik, denk ik. De Hollandse Kade. Net als in een van de vorige etappes. Ook hier enorme pannenkoekzwammen. Of hoe ze ook heten. Een heel erg lang recht pad. Je hoort al die vogelgeluiden, dat is echt wel tof. Oké, niet langer naar Kamerik, maar richting het zuiden, naar Harmelen. Dan gaan we de Rijn zoeken over 2,5 kilometer. Dit is wel een van de mooiste paadjes van deze etappe. Misschien wel van alle etappes tot nog toe. Heerlijk kronkelpaadje, heel smal. Vogeltjes die fluiten. Weinig mensen. Heerlijk. Leidse straatweg, Geestdorp. Even naar links, moet bij de Rijn. Dan is het echt zover, de Oude Rijn. In de 17e eeuw hebben Utrecht, Leiden en Woerden bedacht om hier een jaagpad aan te leggen om scheepvaartverkeer over de Rijn met trekkracht te bedienen. Te smal om te laveren met zeilboten. En met mensen en paarden ging dat wel prima. Dus hadden ze een jaagpad nodig vlak langs het water, zonder bomen. Anders zit je steeds met je touwen in de knoop. Dat hebben ze dus aangelegd, maar daar heeft Floris de Vijfde geen plezier van gehad. Want dit is 3 eeuwen na zijn tijd. Het wordt steeds drukker op het jaagpad. Het wordt zeker mooi weer, dichter bij de bebouwing. Wat is er dan nog wel te vertellen in deze etappe over Floris de Vijfde? Wel, een van zijn moordenaars, of in ieder geval een van zijn ontvoerders, Dirk van Woerden, had hier zijn kasteel. En dat hebben we ze compleet. Meneer van Amstel uit Amsterdam. Meneer van Velzen uit Loenen, met zijn kasteel wat afgebroken is. En hier dan Dirk van Woerden. Het laatste stukje naar Woerden. Ben ik bij de rand van Woerden, de stadsingels, met de grote kerk op de achtergrond. Het einde van de 4e etappe is hier van het Floris de Vijfde pad. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het meelopen. Tot de volgende keer, dan loop ik vanaf hier richting Oudewater. Tot de volgende keer.